Volvo Hoofdman wilde het 12,5-jarig jubileum van de vestiging in Woerden op een leuke manier vieren. En dit deden ze door mee te werken aan de fietsveiligheid op straat. 30 kinderen van groep 1-2 Konijn van basisschool De Regenboog kregen een knaloranje fietshelm. De eerste werd uitgereikt door burgemeester Hans Schmidt. Nou, je mag een maatje groter worden. Even de straat. Oh, je hebt bestaat. Ja. Oh, dat is. Na het oplossen van alle paardenstaanproblemen en een gedegen warming-up waren de kids er klaar voor. Veilig en opvallend de straat op. Hoewel de kleintjes zelf ook moeten blijven opletten.